Er ging een opvallend gerucht rond over koningin Maxima en een nachtvlucht van KLM naar Buenos Aires, waarbij werd beweerd dat ze de purser had meegedeeld dat ze twee van haar drie dochters in de bedden voor de bemanning ging laten slapen. De purser zou hebben aangegeven dat dit niet mogelijk was, omdat de bemanning deze bedden zelf nodig heeft om hun verplichte rustpauzes te nemen tijdens intercontinentale vluchten. Volgens het verhaal zou Maxima geïrriteerd zijn geraakt en erop hebben aangedrongen dat de prinsesjes toch in de crewbedden konden slapen. Uit een onderzoek van Story blijkt echter dat dit gerucht praktisch onwaarschijnlijk is. Een ervaren KLM-purser legde uit dat de toegang tot de crewbedden zich in de economy class bevindt, wat betekent dat Maxima en haar dochters het hele vliegtuig zouden moeten doorkruisen. Dit scenario lijkt niet echt aannemelijk. Bovendien werd opgemerkt dat koning Willem-Alexander, zelf piloot bij KLM, de regels en procedures strikt volgt en dergelijk gedrag van zijn vrouw waarschijnlijk niet zou tolereren.